De badkamervloer ging open en wat trof je daaraan? Ja, je gaat kijken hoe je je leiding kunt bevestigen en er lopen allemaal mooie balken onder de vloer. Dus ik moest even bukken en ik zie in één keer een hele mooie tekst staan. Ik denk, wat is dat nou? En nou, goed even gelezen. Ik denk, het lijkt wel of dat uit de oorlog komt. Ik zag het jaartal ook. En nou, inderdaad, het was een tekst uit de oorlog over Marine Spronk. Een verzetsheld hier uit Gorkum. Ja, ik heb nou eigenlijk alleen de foto die ik gekregen had of gemaakt had, heb ik doorgestuurd naar de buurvrouw. Die heeft jaar in dit pand gewoond en die heeft hem direct op Facebook geplaatst. Ja, en toen kreeg ik een beetje door dat het een hele bijzondere tekst was. En ja, het begon te stormen op Facebook. Ja, heel bijzonder. Hieronder een tekst over jullie opa. Ja, dat klopt. Dat heeft die meneer hier gevonden. Dat is inderdaad heel erg bijzonder. Na 75 jaar. Wat is er met jullie opa gebeurd? Onze opa die is in 1943 afgevoerd door de Duitsers na verraad. En die is in 12 januari 1944 gefuseerd op de Waalsdorpenvlakte vanwege zijn verzetswerk. Deze vondst is heel bijzonder, want ja, zo vaak kom je niet meer dingen tegen die over de oorlog gaan, die dat opeens tevoorschijn komen, zeker in huizen. Men schreef in de oorlog wel nog heel vaak dingen op muren. En het is wel heel mooi om zo'n, ja, aan zo'n verzetsman dan zo'n nagedachtenis opeens terug te vinden. Ja. Dit komt zeker in een boek als we weer over de oorlog gaan schrijven. Ook omdat het iets nieuws vertelt. Dat laat namelijk zien dat Marine Spronk al in juni 1943 vreesde voor zijn leven. En dat was eigenlijk een gegeven wat mij onbekend was. Wat gaat er nu gebeuren met de tekst onder de vloer? Want ja, je wil natuurlijk gewoon de badkamer afmaken. Nou ja, we hebben daar gisteravond met de familie over gesproken. We hebben iemand van het historisch archief hier. En we hebben goed over nagedacht en we gaan het eruit zagen, voorzichtig. En het stukje hout waar de tekst op staat gaan we een mooi plekje in de badkamer geven. Ja, jullie gaan niet iedere dag aanbellen bij de nieuwe bewoners, hè? Want dan wordt het een beetje een vervelend verhaal. Nee, maar dat is ook niet de bedoeling. Het zou jammer zijn, vond ik, dat als het onder de vloer zou blijven zitten en het nooit meer zichtbaar zou zijn, dat het hier op die plek moet blijven, daar ben ik het mee eens. Maar wel zichtbaar, dat als iemand het ooit nog een keer wil zien, dat het ook zichtbaar is. We moeten het niet verbergen, het moet zichtbaar zijn.